Een schouwbrand die overhing in een woningbrand aan de Keilandstraat in Nederasselt zorgde donderdag kort na de middag voor een ware ravage aan de woning. Onze Nienhofse spuitgasten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de woning volledig uitbrandde. De aangeslagen eigenaar van de woning doet zijn verhaal. Ja, het is gebeurd om de schouw van de oudstoof. En het is boven begint te branden op de zolder. En het was al te laat als ik het zag. Ik kon niks meer doen als de pompiers verwitteren. En dan is de brand uitgeslagen naar Hans het huis en naar mijn garage. Was er nog iemand in de woning? Behalve ik en mijn non niet. Mijn vrouw was juist weg naar een begrafenis. Maar jij een goede handen verder nu? Ja. Ik red het wel. We hebben al andere dingen. Allee. Ja, nou. Het is dus materieel ten uiteindelijk. Daar moet u aan vast. Ja. Maar het is hartelijk. Alles weg. Het was allemaal gelijksvloers. Doordat de burgemeester van de stad Nienhoven, mevrouw Tanja de Jonge, met verlof is, kwam waarnemend burgemeester Cathy Koppens naar de brand. Het is er een brand geweest. Meneer was thuis. De brand zou begonnen zijn op de zolder. En het is blijkbaar heel snel gaan. Een uitslaande brand met veel rookontwikkeling. Dus de straat is afgezet. Maar moet niemand geëvacueerd worden. Meneer is ook naar buiten, is niet gekwetst. En zijn vrouw was naar een begrafenis en is onderweg naar huis. Dus het OCMW is ook nu een crisiswoning om vanavond of deze namiddag aan die mensen onderdak te bieden. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.